Hallo allemaal. Zoals je misschien al in de titel hebt gezien, is er een verrassing. ik zal even bij het begin beginnen. In het voorjaar, rond maart of zo, toen bedacht ik, het lijkt me wel leuk om nog een keertje een veunetje te doen met Pointer en met Sarah. En dan dat ik ze wel gewoon verkoop volgend jaar. Maar ja, het leek me wel leuk om met Nicolai nog een keertje te dekken. En dan met allebei eigenlijk. Toen was Sarah het eerste hengstig. Dus die heb ik als eerste gedekt. Ja, jij was als ik die spring moet kijken. Dat is wel angstig, die is wel rijp. We moeten wel op, hè? Bij haar was eigenlijk de reden dat ik haar dekte, omdat ze altijd heel erg hengstig is in de zomer en eigenlijk niks mee te beginnen is. En ik dacht, als ik er nou dek, dan ben ik daar misschien wel gewoon een jaar vanaf. En dat scheelt dan weer, want ik heb echt al heel veel dingen geprobeerd. Regenmeet en ja, van alle poedertjes en homeopathische dingen, maar niks hielp. Dus ik dacht, als ik er nou dek en ze is drachtig, dan wordt ze waarschijnlijk niet meer hengstig. En dan ja, ben ik daar ook vanaf, voor een jaar in ieder geval. Dus dan kan ik er in ieder geval een jaar een beetje fatsoenlijke rijden. En natuurlijk is een veunetje ook altijd wel heel ja, schattig en leuk. En Pointer, ja, Pointer doe ik niet zo heel veel mee. Dus ik dacht, ja, het leek me wel leuker om dan twee veunetjes te hebben. En Pointer, aangezien Pointer dan toch niks doet, dat zij dan ook nog een veunetje. Dan krijg je echt een volle broer van Max. Of een zus. Broer of zus van Max. Maar ja, ik had toen dus Sarah gedekt. En ze bleef eigenlijk wel de hele tijd gillen en hengstig gedrag vertonen. Dus ik had de indruk dat ze niet drachtig was. Pointer heb ik toen nog een poging gedaan om te dekken, maar die liet het niet toe. Dus toen heb ik eigenlijk alles helemaal opgegeven. En toen had ik zoiets van, toen ging ik eigenlijk alle nadelen naar boven halen, zoals de risico's die eraan verbonden zijn. En dat een veunetje verkopen altijd toch wel wat moeilijker is, emotioneel gezien, als een gewoon andere pony. Omdat je daar ja, toch wel een andere band natuurlijk mee opbouwt als een veunetje. Want met een veunetje, daar wil je het liefst eigenlijk dag en nacht bij zijn, omdat ze zo schattig en leuk zijn. En dat dat toch wel moeilijk is. Dus toen had ik eigenlijk zoiets, de risico's en alle nadelen bij elkaar opgeteld, toch maar niet doen en gewoon laten zoals het is. Maar toen kwam het eigenlijk de afgelopen weken, toont Sarah eigenlijk best wel een beetje raar gedrag. Ze blijft gillerig en doen, maar ze doet ook heel verdedigend naar Nikki en Sanne toe. Als Nikki hengstig is, gaat ze ook echt heel raar doen en een beetje of hetzelfde als dat ze het bijvoorbeeld een veulen net geboren is en ze ruikt eraan, dan doen ze ook zo'n beetje gillerig-achtig gedoe. Nou, dat doet de Sarah dus ook de hele tijd. En ik heb er eigenlijk niet gezien plassen. Dus ik dacht, toch maar een keertje laten scannen voor de zekerheid. Dan weet ik het ook zeker. Of ze het niet of wel is. En dan ja, zijn we er ook uit. Nou, dus ik heb er vandaag laten scannen. En ja, dit is het resultaat.
prachtig. Ik heb hem in aan mij gedekt. Eet mee, hoor. Zit wel op, dus. Ja? Ja, het blijft je wel een beetje heftig gedrag tonen, daarom... Ja, je zit er groot in. Je zit er groot in. Dus... Nou, zoals je dus ziet, is het dus toch drachtig. Ik denk in de loop van de tijd dat toch wel heel erg leuk gaan vinden. En dan hebben we volgend jaar dus een veulentje rondlopen. En de ene kant vind ik het toch jammer dat Pointer nou niet heb doorgezet. Want twee veulentjes is natuurlijk leuker voor de veulen zelf. Maar Max die vond het ook altijd super leuk om met Sanne te spelen. Dus ze zal deze dadelijk ook wel vinden. En ik ben heel erg benieuwd wat er uit gaat komen. Als jij het net zo leuk vindt als ik, vergeet dan niet een blauw duimpje omhoog te geven. Te abonneren op mijn account. En tot de volgende keer.